Ik weet al wat ik ga doen volgend jaar. Ik ga Nederlands voor anderstaligen geven en T2. Dus dat is eigenlijk een beetje met de ouders van onze kinderen. Nederlandse lessen geven. Er zijn twee dingen die ik zeker ga meenemen. Het eerste, dat is gewoon dat idee van think outside of the box. Een lesgeven, onderwijs, dat is niet alleen een monoloog vooraan ik die Nederlands probeer te geven aan anderen en zij die opschrijven wat ik zeg. Dat is echt die interactie. Ik ga nog altijd zoveel mogelijk met die mensen op uitstap proberen gaan, met de interactief werken, echt met de voeten in het echte leven gaan staan. En dat is toch waar dat ook voor staat. Dus dat ga ik zeker en vast meenemen. En het tweede waar ik denk ik nooit meer van ga afgeraken is de liefde voor Brussel die ik heb van Tada. Ik kende Brussel totaal niet en via Tada, via mijn collega's, via de gastdocenten, via de kinderen, via de ouders van de kinderen heb ik Brussel zo goed leren kennen en ik vind dat nu een schitterende stad. Dus ik denk dat ik snel zal terug zijn in Brussel. Wat ik geleerd heb bij Tada en dat ik nu in mijn team of als directie zelf doe, is heel de aanwervingspolitiek. Daar waar vroeger vaak, omdat er een leraar tekort is, een sollicitatie startte met een gesprek. En op het einde van dat gesprek, vaak een half uur, wist je of je die persoon kon aanwerven of niet. Of moest je het weten of je die persoon kon aanwerven of niet. Heb ik nu geleerd dat er wel heel wat stappen zijn die je daarvoor kan nemen. En heb ik nu eigenlijk een beetje een copy-paste gedaan, geënt op het gewone onderwijs nu, hoe we dat doen. En dat zorgt ervoor dat kandidaat leerkrachten in de school u echt als au sérieux nemen en weten dat als het in school A geklonken is op een gesprek van een half uur en dat dat bij ons een andere manier is van aanwerven, dan zeggen van ja oké, okay, dan zullen die de andere dingen ook wel anders aanpakken. Ik weet veel beter wie mijn mensen zijn nu die bij mij starten. J'ai essayé de construire des ponts entre Tada et mon école. Ça se décline à plusieurs niveaux. Je pense que déjà dans ma classe, j'ai essayé d'apporter un maximum de la culture Tada, de la pédagogie Tada dans mes classes, dans ma manière de communiquer avec les élèves, dans ma manière d'être orienté solution. Et on sait que je suis dans une école avec pas mal de problèmes. J'ai essayé de changer la perspective un peu des choses par rapport à ça et de dire à mes élèves, voilà, tu es en difficulté, mais quelles sont les solutions qui existent? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu peux imaginer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux? Ne pas rester bloqué sur le problème, mais sur les étapes qui vont suivre. Wat ik daar ook geleerd heb bij Tada, is dat je er moet voor zorgen dat uw bedrijf of uw school als bedrijf organiseert dat de know-how die binnenkomt in het bedrijf blijft en niet blijft hangen aan de persoon. Dus ik heb zelf op school nu een volledig platform georganiseerd waarbij dat, of ontwikkeld, waarbij dat elke leerkracht al wat hij voorbereidt, al wat hij doet voor zijn klaswerking, verzameld wordt. Dat daar processen zijn van hoe dat iedereen op eenzelfde manier die dingen doet. En leerkrachten moeten dat gewoon worden, want dat is niet zo gemakkelijk. Maar eens het gebruiken is de know-how die persoon A binnenbrengt in het team, iets dat persoon X ook kan gebruiken. En dat heb ik heel sterk geleerd bij Tada, dat de structuur van je organisatie als basis goed moet zitten om de know-how die je binnenhoudt in je organisatie te houden.